shit, dit is precies hoe het moest houden. Oh! Jongere mensen, super dood. Jullie kijken deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games Real. En vandaag heb ik een super leuke video voor jullie. Wij gaan namelijk de double pump tactiek weer terugbrengen in Fortnite Chapter 2. Het was super lang geleden natuurlijk dat de double pump in de game zat. En ik ga het gewoon weer proberen. Helaas zit er natuurlijk wel een delay in. Maar we gaan alsnog twee pumps in onze inventory steeds gebruiken. En deze video wordt echt super ziek. Ik speelde zo super awesome. Het was echt niet normaal. En die dubbele pump tactiek werkt nog steeds heel erg chill. Dus jongens, jullie weten de deal. Ik upload natuurlijk dagelijks video's. Als jullie mijn like wil halen en de vorige like wil, hebben jullie echt gesmashed. Easy. Gewoon echt gewoon met 5000 likes eroverheen. Holy fucking shit. Nou jongens, ik denk dat jullie deze like wel ook wel easy gaan halen jongens. De like staat nu op 2000 likes voor deze video. Het zou super dood zijn als jullie die kunnen halen. Dus vergeet niet zeker op die knop te rammen. En als je dat hebt gedaan, vergeet ook niet zeker te abonneren op mijn kanaal. Als ze super dood zijn. Want deze mensen hebben natuurlijk geabonneerd. Dus dikke ass aan jullie. Super bedankt voor de support boys. Dus ik zeg jongens, laten we gelijk in de game duiken. Want het was echt ziek spannend. Holy shit. Let's go. Zo mensen zijn natuurlijk in het bordje aangekomen. En we gaan lekker naar Frenzy Farm natuurlijk toe. Ik dacht van lekker een chillen andere stad een keer natuurlijk. En deze stad is natuurlijk super druk. En het is ook gewoon leuk om te landen hier, of course. Oké, er gaat best wel... Holy shit. Oké, het is best wel druk hier. Fuck, ik denk dat ik net niet in de file haal. Kut, dat was ik wel eigenlijk van plan. Oh shit, oké, dan moeten we heel even onze planning aanpassen. Maar dat komt goed, maakt niks uit. We redden het alsnog wel. Oké, we gaan dus dubbel pumps proberen, jongens. Dus ik moet eigenlijk twee pumps zien te vinden. Dus ja, dat is eigenlijk de enige... Ja, challenge die we eraan hebben verbonden natuurlijk. Dat we überhaupt wel twee punts moeten hebben. Oké. Op dit moment, ja, deze wapens. Ja, oké, we moeten het hier maar mee doen. Shit, zo jongen. Oh man. Ja, de spawn is gewoon kut. Ik wou eigenlijk gewoon ook lekker daar landen. Oké, maar we gaan gewoon pushen, jongens. Holy shit, daar wordt al shit overgeblazen. Oké, het is sowieso super druk hier. 100%. Oké, even match hakken. Sowieso zit iemand hier in het dak. 100%. Ik zie hier een nades liggen. Oh shit. Ligt daar een SMG? Zit daar een guy boven mij volgens mij? Ik pak heel even die SMG op. Hop, hop, hop. Ja, hij zit hier. Hij zit op het dak volgens mij. Kom maar, vriend. Kom maar. Oh, shit. Oh my god, get owned. Holy shit. Dat scheelt echt niks. Had hij een pump? Volgens mij had hij wel een shotgun, maar ik moet heel snel healen. Oké, eerste kills binnen, man. Holy knijt. Dus dat ging echt net goed, ouwe. Holy shit. Nee, hij had ook geen shotgun, of wel? Hij had wel shotgun ammo. Shit, man. Ik dacht dat deze guy een shotgun had. Iets in mij zegt nog steeds dat er een shotgun hier... Oh, wacht. Nee, nog een SMG. Oké, helaas. Oké, hij had geen shotgun in ieder geval. Hij is niet gedropt. Nee, hij had geen. Oké, fuck it. Nice. Eerste kills binnen. Volgens mij zijn er echt genoeg mensen hier nog over. Ik hoor een kist. Nice. Oké, ik moet even twee pumps vinden, jongens. Dat is echt nog best wel lastig deze tijden. In ieder geval bij mij op een of andere manier. Op zich, een pump is natuurlijk groen of grijs. Dus, of blauw natuurlijk. Dus het is niet de meest rareste gun. Maar het is nog steeds wel lastig om te krijgen. Kan ik die... Oké, als deze ineens raak gaan, ik zweer het je. Ik gooi ze gewoon random. Nee, oké, veel te ver, veel te ver. Alright, oké, zoek toch naar de shotgun, man. Oké, in ieder geval een shot. Oké, nice. We hebben in ieder geval een tag. Dat is natuurlijk niet die we moeten hebben, maar oké, het is in ieder geval een shotgun. Er komen in ieder geval stapjes dichterbij. Fuck, man, ik heb ook geen shield, man. Oké, op zich, een AR, nice. Neem ik mee, fuck de burst. Ik weet niet, ik hou echt niet van die burst, jongens. Echt een kutwapen. Oké, nice, kistje daar. Give me a pump, jongens. I need some pumps, bro. En ik heb er ook twee nodig, hè. Moet je nagaan. Ik neem die mee. Let's go, kom op. Alsjeblieft. Kistje hier. Misschien zit er wel een heavy... Oh, nice. Wel shield. Kijk eens. Daar kan ik wel mee leven. Oké. Okay. Ik heb heel veel shield in. Nice. Oké. Okay. We hebben een grijze tag. Die moet ik echt zo direct mogelijk veranderen in een pump natuurlijk. Ik denk dat hier ergens in het huis nog wel een pump ligt. In ieder geval, dit is nog niet geloot volgens mij. SMG, hier ligt nog een kist natuurlijk meestal. Echt super chill dat je altijd een chest spawn hebt, zeg maar. Dus... Oh, nice. Blauw tag. Dit is altijd 100% chest rate of zo. Hoe moet je dat zeggen? Ik heb geen idee. Zoiets in ieder geval. Ik hoop dat jullie het wel snappen. Oké, okay, weet je wat? We moeten gewoon mensen killen. Klaar. Nou, oké. Okay, ja, dan doe je een keer een dubbel pump video. En dan vind je gewoon geen één shotgun die we nodig hebben. What the fuck? Ik heb wel... Moet hij hier naar binnen? Nee, hij loopt daarboven. Oké, okay, hij loopt boven. Hij loopt boven. Allee, ik hoop dat die kill misschien iets van een pump heeft. Dit is een SMG. Nice, een blauwe. Hij zit op het dak volgens mij. Zit hij in het dak? Ik heb bijna geen match meer trouwens. Holy shit. Hij zit hier onder mij, jongens. Hij heeft de pump, hij heeft de pump. Oh shit. Oh my god, nice. Let's go. Holy shit, ik zweette me daar echt voor mijn dood. Oh my god, we hebben een pump, jongens. Oh my god, ouwe. Ik had geen match meer. Echt op een kut timing, man. Maar holy shit, we hebben een kill.
We hebben eindelijk een groene pump. In ieder geval een pump natuurlijk. En we moeten er nu nog één vinden. Dat is wel een ding. Maar we hebben er in ieder geval één. Dus dat is in ieder geval super chill. Holy shit. Ik had niet verwacht dat ik deze guy nog had, man. Holy crap. Oh shit, er zit een guy. Shit, man. Waarom... nice, oké. Oké, het was echt een leuke methode, maar het was wel echt veel te overpowered. Zeker toen de heavy shotguns erin kwamen, toen was het echt helemaal insane. Alleen, ja, ik weet niet, het was wel gewoon leuk om te doen. Wacht, ik heb niets, hè, vang een vriend. Oké, ik ga gewoon proberen mijn best te doen met deze dingen. Dus shit, we gaan hem pushen, Oké, ik moet wel natuurlijk soort van oppassen dat ik niet gelijk swap naar mijn andere pump. Hij loopt helemaal weg. Hij zwemt helemaal weg, sorry. Yo, die bloem. Yo, wat is dit? Wat is dit? Een blauwe AR en ik schiet alles mis. Terwijl het gewoon letterlijk op zijn poppetje was. Ik weet niet, ik vind het altijd zo lastig om iemand uit het water te schieten. Oh, nice minis, let's go. Oh my god, is die kerel... Sowieso, die kerel gaat helemaal weg. Oh my god, wat was dat voor een bloem, ouwe? Misschien moeten ze, weet je wat ze moeten doen? Ze moeten gewoon een keertje weer een game mode ervan maken. Gewoon een dubbel pump game mode. Dat je gewoon lekker kan swappen de hele tijd van shotguns. Dat lijkt me zo grappig. Gewoon puur als game mode, weet je wel. Swap. Oh my god, dit is zo moeilijk. Wat doet die guy? Hij ging gewoon healen. Oh my god, we hebben hem. We hebben hem. Oh, zie je hoe slow je kan swappen, jongens. Het is echt niet normaal, maar we hebben hem wel. What the fuck, ouwe. Oh my god, hoe ging dit? Deze fight was echt heel apart. Maar we hebben wel gekillt, ouwe, dus let's go. Er zit weer een ventje ergens van ver weer mee te bemoeien, volgens mij. Volgens mij was dat hem, of niet? Oké, ik heb die floppers mee. Nice, let's go. Oké, zoals je ziet, dubbel pump is echt niet meer te doen. Het is echt lastig, maar je moet gewoon een soort van steeds weer wegboeken. Wanneer je, zeg maar, moet swappen. Dus spam, je draait je om of je bouwt je even in en dan ga je weer swappen. Zo moet je het eigenlijk niet doen, want dat is zo apart. Maar ik vind het wel grappig. Een soort van challenge, jongens. Dat is fucking leuk. Alright, ik heb niet zo heel veel mats meer. En die kerel daarboven is best wel irritant. Hij heeft volgens mij ook pauper veel mats, die guy. Ik gooi gewoon een nade. Niet meer raken, dankjewel. Let's go, die nade was echt perfect. Oké, ik ga snel naar deze bomen toe. Oh shit, er is nog iemand. Oh my god, het zijn volgens mij... Oh, yo. Ik snap niet wat ze allemaal aan het doen zijn, hoor. Maar oké, chill. We overleven het op een of andere manier wel. Kijk, ik heb weer mes. Dat is wat ik wilde hebben. Kijk, volgens mij staat er nog een grapjas. Shit, hij loopt daar. Oké. Alright, jongens. Alright. Ik moet nog wel even nadenken natuurlijk dat ik de hele tijd moet swappen. Want ik ben dat gewoon echt verleerd, jongen. Maar zoals je ziet aan mijn keybindings, op mijn muis, zeg maar, waar mijn shotguns zitten, heb ik al die tijd nog steeds gebruikt. Ik had puur deze muisknopjes staan om natuurlijk te dubbel pumpen zoals vroeger. Alleen die heb ik nooit veranderd, die keybindings. Dus ik gebruik ze gewoon nog steeds. Maar ik vind het ook gewoon super fijn om te gebruiken. Zeker voor SMG's en zo. Bro, ik kan je zien, vriend. Kom alsjeblieft achter die... Oké, hij is aan het bouwen. Oké, wacht. Nee, geef me niets. Okay, die kerel is best wel irritant. Hier vangen, vriend. Ik gooi gewoon helemaal allemaal niets naar hem toe. Ik weet niet waar... Oh, hij loopt daar. Shit, hij loopt net weer weg. Is dit zo'n weglopertje? Oh, alsjeblieft, laat het niet zo zijn. Oké, nice. Hij gaat wel fighten. Oké. Oh shit, hij heeft wel een goede tech, man. Oké, ik moet wel oppassen voor deze guy. What the fuck? Het was al van mij. Huh? Hoe kan dat? Oké, ik wil die dubbel pump gebruiken, boys. Kom dan. En weer swappen. Reload die ander. Waar de fuck is deze guy? Oh, daar. Oh shit, dat is precies hoe het moest houden. Oh fuck. Woe, shit gek. Oh, dat was echt ziek. Dat was echt ziek. Oh my god. Zo moet je dus spelen. Heeft hij nog een pump? Hij heeft een tactical, hè? Oh my god, dat was precies hoe het moest, jongen. Oh my god. Je moet zeg maar de hele tijd weer wegduiken en dan weer swappen natuurlijk. Dat is de enige manier, want je hebt natuurlijk die delay. Oh shit, get wrecked, ouwe. Dat was echt de perfecte
hoe zeg je dat? Illustratie van hoe het moest gewoon houden. Nice houden. Dik. Oké, ik ga heel even schaatsen, want we moeten hier naar beneden. Dus ik ga van de berg af springen. Even zien, dan drop ik hem hier zo. Even kijken, moet ik hem even kapot hakken. En boom, let's go. Woehoe, ik heb fall damage. Kan ik een flop eten? Oké, nice. What the fuck, ik kreeg fucking veel fall damage daar. Maar kijk hoe ver we komen. En we zijn alweer klaar met schaatsen. Oké, dat ging best wel snel. Oeh shit, we zitten netjes in hun nek. Hij heeft mij niet door, Oké, hij heeft mij wel door. Shit, man. Kijk, ik durf niet iemand echt te pushen met die dubbele pumps, weet je wel. Want het is niet echt, hoe heet dat? De meest chille methode om te spelen nu. Dus ik moet eigenlijk een soort van... Ja, iemand al echt weak hebben geschoten met een AR of zo. Shit, man. Ik wil die kerel wel pushen eigenlijk. Oh, maat. Weer fall damage. Oh, dik. Ik had hem bijna. Oké, mijn mats gaan er best wel snel doorheen. Dus ik moet iets zuiniger aan doen. Ik ben bang voor de snipers, man. Ik heb natuurlijk mijn sniper gedropt. En hun hebben allemaal een sniper. Nice killsteal. Wat is deze guy aan het doen? Wat ben jij aan het doen, vriend? Oké, deze guy is echt goed, denk ik. Of irritant. Kom op, bro. Kom maar. Oh shit, ouwe. Oké, ik heb... Oké, hij is slim. Let's go. Naar beneden. Ik bouw me even in. Nice, let's go. Let's go. High ground. Let's go. Let's go. Oh, nice. Hij te gouden. Kijk, nu gaan we rollen, jongen. Oh my god. Ik moet gewoon die fucking... Hoe heet dat? Wat wou ik droppen? Oh nee, ik moet nog steeds die pump. Ik wou die SMG natuurlijk normaal meenemen. Maar ja, dat kan dus niet. Oh my god, dit gaat best wel goed, man. En we leven nog steeds, hè. Besef. Oeh, even een XP token voor geluk. 3-1, flomp. Heb ik hem? Ja, nice. Let's go. Yo, oké. Ik vind het best wel eng altijd als ik niet weet waar de mensen zitten, man. Dat is echt een ding. Daar word ik helemaal gek van. Oh my god, zie je? Oh, dus wel. Er zit er wel iemand. Oké, dan weten we dat. Of course. En hij heeft een sniper, dus daar moet ik wel voor oppassen. We zitten C, dat is chill. Daar zit dus een guy. En waar is die andere grapmaker dan? Hij zit dus wel ergens daar. Ik weet niet of die in die 1v1 zit, ik denk het wel. We moeten gewoon gaan pushen, man. Oké, ik moet dit nog wel oefenen, man. Holy shit, oké. Ik moet natuurlijk wel oppassen dat ik nog steeds die dubbele pumps gebruik. Ik weet niet het slimste om nu te doen, maar ik hoop dat het werkt. Het zou zo ziek zijn als er opeens een glitch in zat dat het wel weer werkt, die dubbele pump. Oh my god, ik moet deze guy gaan pushen, man. Woe! Oké, mijn mats gaan er echt doorheen. Hij is dood. Holy shit, die kerel is dan gelezen door iemand. Door de laatste guy, jongens. Nog één persoon. Nou, zijn floppers. Let's go. Waar zit die laatste guy dan? Holy shit, die guy was echt gelezen hier, man. Wil je die boom weer weghalen? Kom op, ga kapot. Yo, die boom is sterk, crack. Holy shit. Yo, gaat die boom nog kapot? Yo, kan je geen bomen meer kapot schieten? Oh, jawel. Of niet? Oh, what the fuck. Dat duurde heel lang voordat dat ding... Maar waar zit die laatste guy? Ergens hier, of niet? Huh? Deze guy werd vol gelezen net van hier ongeveer, maar... Ik zie niemand. Oh my god, what the fuck? Dit potje is zo raar, want ik... Oh, hij zit daar. Het is een bot, 100%. Oh, ik ben lekker aan het pumpen, jongen. Hey! Komt daar. Ik raak hem gewoon de hele tijd. Wat is deze guy aan het doen, jongen? Boom!
No shit, dit is toch een grap, ouwe. Hey vriend. Deze guy heeft dus mijn kill net gestolen, besef. Oh my god. Wauw, die was mis. Maar van hem raakt natuurlijk. Ha! Wat is deze guy aan het doen? Oh shit. Hij gaat bouwen, jongens. Pas op, pas op. Even een mini voor 5 HP. Deze guy, jongen. Ik weet niet of het een bot is of een echte speler. Fuck it. Hij heeft de koning gezet, zin. En swap. Let's go, man. Heerlijke kill. Wat een mooi, chill, relaxed potje was dit. En we hebben natuurlijk de dubbele shotguns gewoon gebruikt. Easy fucking going, ouwe. Wat een chille game was dit gewoon. Holy shit. Nou, dames en heren. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie deze video leuk vonden, vergeet niet zeker op die blauwe duimpjes te rammen natuurlijk. We moeten voor de 2000 likes gaan natuurlijk. Wil er morgen weer om 6:30 een gloednieuwe video online komen. Dus, hey, dat ligt allemaal aan jullie. Zou super dope zijn natuurlijk als jullie op die knop rammen. En als jullie dat ook hebben gedaan, vergeet ook niet zeker te abonneren op mijn kanaal. Zou super dope zijn, jongens. Want de support gaat echt super goed. Dus sowieso bedankt voor alle support. Jullie zijn echt de beste, jongens. We gaan richting die 171k alweer. Dus super bedankt voor de support, jongens. En dan zeg ik misschien tot morgen om 6:30 bij een gloednieuwe video. Hey, later mensen.